Ik geloof niet dat jij sneller kan liken dan dat ik in de map. Oké, dat was een lastige like challenge. Die laten we even voor wat het is. Ik geloof niet dat jullie sneller kunnen liken dan dat ik over dit hek heen spring. Dit mega hoge hek. En de like challenge is begonnen. There we go. Yes! Oké, nice. Welkom bij deze nieuwe video. Leuk dat jullie kijken. Vandaag zijn wij aanwezig in de Creepypasta School. Joop, ja. Wat is de Creepypasta School? De Creepypasta School is een school waar niet zozeer leraren en juffen en meesters aanwezig zijn, maar wel creepypasta's. En dit kunnen allemaal verschillende soorten creepypasta's zijn. Dat hoeft niet alleen maar Granny en Slender te zijn, maar dat kan ook prima Baldi, Jeff, Jane, al dat soort creepypasta's. En wij moeten proberen om eigenlijk een soort van te winnen van deze creepypasta's. En dat is niet altijd even makkelijk. Tenminste, dat lijkt mij dan. Want het is natuurlijk zo dat de creepypastas vaak allemaal hun eigen speciale krachten hebben, waarmee zij de tegenstanders kunnen inmaken. Alleen, ik dacht heel even dat dit een mega schoolbord was, maar het is een raam. Zie je het verschil tussen een raam en een schoolbord niet? Jawel, maar I don't know. Op afstand dacht ik serieus, wow, wat is dan een raar schoolbord? In ieder geval, ik vind het best wel apart eerlijk gezegd. Ik zie letterlijk geen creepypasta. Ik weet niet of ik de enige ben, maar nergens in de buurt zie ik een creepypasta. Niet hier, niet binnen. Oké, weet je wat? Ik heb iets anders wat ik dan even wil doen. Oh, ik hoef het niet eens te resetten. Ik wil één van deze krachtige items aan. Nee, één van deze twee. Zou jij gaan voor de Space Saber of zou jij gaan voor de Jeff's Knife? Het mes van Jeff. De like challenge begint. Het is geen like challenge. Laten we er een reageer challenge voor maken. Ik geloof niet dat je sneller kan reageren dan ik een keuze maak. Oké, wat gaat het zijn? Ik ben sneller, want ik kies. Oh, het is zo lastig. Ik heb nog maar een paar seconden en dan worden we naar de map geteleporteerd. Ik ga voor deze. Bye now. En yes. Kijk, zeg maar, er is één manier. Oh nee. Er zit letterlijk een alien uit Area 51 achter ons aan. Er is één manier om te kunnen zien dat een mes het eigendom is van Jeff. Eén manier. Eén wijze waarop. Er zijn ook UFO's. Het wordt nog spannender dan het in eerste instantie al was. Ik dacht eerlijk gezegd dat het zichzelf zou beperken tot alleen maar de aliens. Wat ik wou zeggen is, er is dus één item wat echt het mes van Jeff te noemen is. En er is maar één manier om dat te kunnen onderscheiden van de andere messen bijvoorbeeld in Rolex. En dat is omdat deze een soort van rode gloed om zich heen heeft. En dat maakt hem niet per se zeldzamer, maar dat toont wel aan dat het dus het authentieke, het gecertificeerde, dus echt het vastgestelde mes is van niemand minder dan Jeff. En wauw, ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat er ook aliens aanwezig zouden zijn op de creepypasta school. It's amazing. Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd. Ik vind het awesome. Kijk, sommige creepypasta's, daar zijn er maar één van. Denk bijvoorbeeld aan Slender, denk aan Baldi, denk aan Jeff, denk aan Jane, denk aan Slenderina. Dat zijn zeg maar creepypasta's waar maar één variant van bestaat. Maar de kwantiteit is één. Hè? Dus je hebt er niet twee, drie of weet ik hoeveel, gewoon één. Maar er zijn ook creepypasta's die zijn er in grotere getalen dan dat. Zoals bijvoorbeeld de aliens. Wat voor een soort item. Deze ziet er best wel awesome uit. Wat voor soort item willen wij hebben? Dat is een goede vraag. Ik vind op zich de. Ik vind het lastig. Granny's Bed. Dat zou op zich kunnen. Maar wacht even. Ik denk dat wij hier zelfs nu wel. De Epic Sword. Oké, luister. Deze is best wel awesome. En heeft net zoals bij het item van Jeff een soort van gloed om zich heen hangen. Ziet er best wel episch uit. Oké, wat gaan de. Ik zie het al. Ik wou net vragen wat gaan de volgende creepypasta's zijn. Maar ik denk dat het duidelijk is. Zouden we deze niet kunnen inmaken? Nee, we kunnen schijnbaar de creepypasta's op geen enkele manier inmaken. Oké, ik ga iemand een zwaard geven. Alsjeblieft. We hebben letterlijk iemand een zwaard gegeven. Ik denk dat deze speler het letterlijk niet eens door heeft, to be honest. En laten wij deze ook aan iemand geven. Alsjeblieft. Zo. Heb je het gezien? Nee? Ja, heb je het gezien? Ja! Jij hebt Jeff zijn item. Hoe awesome is dat? Wij krijgen hem overigens gewoon weer terug als we zometeen respawnen. Wow!
Oké, dat zijn echt gigantisch veel zombies. Dat zijn echt gigantisch. Ik weet niet eens waarom. Waarom zijn er zoveel zombies? Waarom zijn er zo? Oké, kan ik heel snel naar binnen? Ja, dat is alsnog gelukt. Oké. Zeg maar, zombies, die zijn natuurlijk wel iets makkelijker om niet te verslaan per se, maar om van te winnen of te verslaan. Dan de andere creepypasta's, want zombies zijn meestal een beetje... En andere creepypasta's zijn meer van... Dus er zit een verschil in. Zeg maar, het energielevel van de zombies ligt wat lager in die zin. Oké. Ik ga één keer deze... Oké, weet je, zombie, jij bent zo rustig geweest, denk ik. Ik geef jou de award. Ik geef letterlijk jou de award, alsjeblieft. Alsjeblieft. Zombie, oh. De award, die ligt nu letterlijk gewoon daar. En de zombie, die wil hem niet. Dus, of tenminste, die kan hem misschien niet eens oppakken. Nice, oké. Interesting. Alright, ik ben benieuwd naar de volgende ronde. Misschien moeten we... Zeg maar, dit is awesome. Het is een lucky block. En ik wil hem graag openmaken. Alleen de lucky block in dit spel is ongelooflijk duur. Dus in eerste instantie wil ik dat niet doen. Maar misschien als jullie het allemaal willen zien, kunnen wij het de volgende keer eens een keer proberen. Oké. Zullen we er een challenge van maken? En kijken of we de hele ronde, zeg maar, gewoon niet af kunnen gaan. Terwijl wij op de schoolbus blijven staan. Gewoon, dat is de... Oh nee. Slender staat voor de schoolbus. En wij zitten erin. Oké, heeft Slender dit... dit is echt... Ik denk echt dat dit een goede verstopplek is. I don't know why. Slender heeft het een soort van door. Maar het ziet er naar uit dat hij een soort van vastzit in de schoolbus. I'm not sure. Oh nee, laat maar. Wauw. Oké, dus de schoolbus is een goede plek om op te staan of in te zitten. Maar het garandeert niet dat je, zeg maar, niet ingemaakt wordt. Dus het is nog wel een soort van spannend. Oké, laten wij snel een coil erbij pakken. En laten wij doorgaan naar de volgende ronde. En ik ben benieuwd welke creepypasta's er deze keer weer aanwezig gaan zijn. We weten dus dat Slender er is. Een soort van. Die is, zeg maar, daar zo bij de schoolbus. En I don't know, zeg maar, het ziet er altijd naar uit. Alsof je, zeg maar, in de lokale een soort van... Dat daar nooit creepypasta's zijn. Dus misschien is dat een... Oké, dat had ik niet verwacht. Dat zag ik niet aankomen. Misschien dat is de lokale een verstandige plek zijn. Om, niet per se jezelf te verstoppen, maar om gewoon naartoe te gaan als de creepypasta zou zijn. Oké, oh nee, ik heb geen coil. Of kan ik hem nog krijgen? Ik denk het wel. Waar is de coil? Daar is de coil. Welke moet ik... Dit ziet er ook wel awesome uit. Een laserzwaard. Zeg maar, dit is een heel speciaal item waar je letterlijk mensen mee kunt inmaken. Terwijl je letterlijk alleen maar tegen hun aan hoeft te staan. Meer dan dat hoef je niet te doen met het item als je iemand ermee wilt inmaken. Dus dat is best wel interessant. Alright. Wij gaan eens even kijken welke creepypasta er is. Oké, let op. Het gaat nacht worden in 3, 2, 1 en zo. Het is nacht in Roblox. Zo snel kan dat gaan. Het is eigenlijk best wel creepy. Stel voor, je bent gewoon buiten aan het wandelen en ineens... Het is nacht, gewoon out of nowhere. De maan is daar, de zon is weg. Super, super interesting. Zeg maar, ik wou letterlijk zeggen... Kunnen we misschien op zijn hoofd staan zonder af te gaan? Het antwoord daarop is nee. Wilt er iemand een Bloxy Award... Iemand, wil jij hem? Ja, jij hebt je Bloxy Award. Wilt iemand een ballon? Oh, de ballon die vliegt gelijk omhoog. Wilt iemand de liniaal van Baldi? Ja. Wilt iemand een laserdingetje of een lightsaber? Ja. En wilt iemand het mesje van Jeff? Ook. Nice. We hebben mensen items gegeven. Dat is best wel interessant. En als wij dan gewoon simpelweg ons karakter weer resetten, dan krijgen wij deze items weer terug. Het is natuurlijk wel zo dat wanneer de spelers ingemaakt worden die ik nu het item heb gegeven, dat ze het niet meer hebben. Maar het is wel interessant... Dat je dus op die manier eigenlijk gewoon items een soort van kan delen met medespelers. En dat is wel leuk, want deze items die kunnen soms nog wel eens prijzig zijn. Dus ik vind het leuk om andere mensen ook de kans te kunnen geven deze items een soort van te kunnen gebruiken. Oké, iemand moet wat doen aan die lichten die de hele tijd knipperen. Is er iemand aanwezig hier? Een creepypasta misschien? Bacon hair? Er is ook een bacon hair creepypasta. Zeg maar, het is Jeff. Het is Jeff. Oké, Jeff hier, ik heb voor jou de Bloxy Award. Oh, wat? Oh, daar ben je! Oh, dat was zo creepy. Oké, schijnbaar vond Jeff de Bloxy Award geen leuke award. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Willen jullie nou dat ik de volgende keer misschien de radio haal? Laat het dan weten, want ik bedoel, dit is awesome.
Hij is mega en ik durf niet zo goed te zeggen wat je ermee kan. Maar het schaalt. Niet dat het per se een reden is om hem te halen. Maar meer van ik ben best wel benieuwd. Bedankt voor het kijken en ik zeg tot de volgende keer. En adios.